Hoi, ik ben Danielle en deze video gaat over de basis van scheikunde. Als je aan scheikunde denkt, denk je misschien aan experimenten in een laboratorium. Of je denkt misschien aan mannen in witte jassen. Of je denkt aan uh, het periodiek systeem, wat je misschien ergens ooit aan een muur hebt zien hangen. Maar eigenlijk is scheikunde alles, letterlijk alles om je heen. Uh, van de koffie in je beker, de, van de stoel waar je op zit, de lucht die je inademt, het mobieltje of de laptop waar je dit op kijkt, uh, de nagellak die je op hebt, de nagellak remover die je vervolgens gebruikt om het eraf te halen. Um, en natuurlijk, waar het uiteindelijk om gaat in deze serie, jijzelf. Jijzelf bestaat ook uit scheikunde, want scheikunde is de wetenschap van de materie. Het is het bestuderen van stoffen en hun eigenschappen. En hoe die stoffen kunnen reageren met elkaar. Want in ons lichaam is het natuurlijk heel belangrijk dat de goede stoffen de goede veranderingen ondergaan. Dat is letterlijk van levensbelang. Nou ja, in deze serie ga je leren over de basis van scheikunde in een aantal lessen. En daarmee hoef je natuurlijk niet helemaal scheikundige te worden of iets dergelijks. Um, maar wat ik je wil meegeven is de basis van de scheikunde zoals je die in een zorgopleiding uh, nodig gaat hebben. Um, want scheikunde is overal, scheikunde is alles en dus ook heel veel wat je zal gaan leren over het menselijk lichaam is dus eigenlijk gebaseerd op scheikunde. Um, ja, nou deze serie geeft een basis daarin, ik hopelijk zo, hopelijk zo duidelijk mogelijk, Mocht je nog vragen hebben, stel ze gerust en dan gaan we nu beginnen met de serie. Heel veel succes! Jij bestaat uit allemaal verschillende orgaanstelsels die met elkaar samenwerken. En die orgaanstelsels bestaan uit verschillende organen met allemaal verschillende functies. En die organen bestaan dan weer uit verschillende weefsels die er samen voor zorgen dat die functies uitgevoerd kunnen worden. En die weefsels bestaan uit cellen. En die cellen bestaan uit moleculen. En die moleculen. Bestaan uit atomen. En die atomen bestaan dan weer uit subatomaire deeltjes: de protonen, neutronen en elektronen. En dat kan je dan zelfs weer tot nog kleinere dingen opdelen, zoals quarks. Maar dat gaat veel te ver voor deze serie en mag je meteen weer vergeten. Wat je hier heel mooi ziet is het samenkomen van drie wetenschappen: biologie, scheikunde en natuurkunde. In deze video en in de rest van deze serie gaan we het hebben over atomen en subatomaire deeltjes en hoe zij samen voor allerlei moleculen kunnen zorgen waaruit ons lichaam bestaat. Laten we beginnen bij atomen. Atoom betekent letterlijk ondeelbaar in het Grieks. En het is het kleinste deeltje dat reageert zoals die stof reageert. Dus stel je neemt een klomp goud en die doe je eindeloos door de helft, op een gegeven moment eindig je met een goudatoom. Verder delen en het nog goud noemen kan niet. Een atoom bestaat uit subatomaire deeltjes, oftewel de protonen, neutronen en elektronen. Aan de binnenkant zit de atoomkern met daarin de protonen en neutronen. En daaromheen zitten de elektronenschillen, waar de elektronen in zitten. De hoeveelheid protonen in een atoom maakt welk element het is, oftewel welke stof het is, in dit geval goud. Maar als het bijvoorbeeld minder protonen bevat, kan het natrium zijn of kalium of nog heel veel andere stoffen. De hoeveelheid neutronen in het atoom bepaalt het gewicht van het atoom. En de elektronen bepalen in hoeverre het atoom kan reageren met andere atomen. In de video over atomen en isotopen gaan we daar dieper op in. Atomen zijn neutraal qua lading. Er zijn evenveel positief geladen protonen als negatief geladen elektronen, waardoor onder de streep de lading nul is. Maar dan, als een atoom er een elektron bij krijgt of er eentje kwijtraakt, dan wordt het deeltje dus geladen. En dat noemen we een ion. Als natrium, oftewel Na, een elektron kwijtraakt, dan wordt het Na. Als chloride, Cl, een elektron erbij krijgt, dan wordt het Cl-. Zoals je je misschien kan voorstellen vanuit een magneet, zijn die positief geladen natrium en negatief geladen chloride onweerstaanbaar voor elkaar. Ze verbinden zich met elkaar door een ionbinding. Er zijn ook andere manieren waarop atomen aan elkaar verbonden kunnen zijn, zoals covalente bindingen, waarbij ze gewoon lekker een elektron gaan delen. En moleculen onderling kunnen bijvoorbeeld, zoals water, aan elkaar vastzitten met waterstofbruggen. Gefeliciteerd! Na het kijken van deze video weet je meer over scheikunde en dus over hoe de wereld werkt dan elke persoon in het jaar 1900. Maar goed, sindsdien heeft de wetenschap natuurlijk niet stilgezeten, dus kijk ook de rest van de serie over het periodiek systeem om meer te leren over atomen en elementen. En bekijk daarna de rest van de serie waarin we verder gaan op atomen, isotopen, ionen, verbindingen, polariteit en chemische vergelijkingen. Bedankt voor het kijken!